Kan niet meer een stuk, maar het moet nog wel even gebeuren. De eerste lange trap is van Patrick Pauwen. Thomasson, Bosveld, Kalou. En daar is heel veel ruimte voor Onno. Borussia dan. Daar duikt Amoroso op en het is een strafschop voor Borussia. Het was ook een beetje een kamikaze actie van Pauwen. Die zich snel probeert te onttrekken aan de situatie om van de scheidsrechter weg te komen. Maar die heeft de gele kaart al in handen. Het is geel. Het was een overtreding binnen de zone. Maar geen doelrijpe kans. De bal van het hoofd van Jan Koller. En voor deze actie van Patrick Pauwen wordt een strafschop gegeven. Dat kon je vermoeden natuurlijk. Na alles wat zich in de eerste helft heeft afgespeeld. Is het Amoroso? Het is Amoroso. Zo is het dus heel snel in de tweede helft toch weer 2-1. En misschien dat het signaal is tot waakzaamheid dat Feyenoord wel nodig had. Want de tegenstander komt uit Duitsland en voor Duitsers geld, nou, u weet het wel. Koller. Van Wonderen. Rieke. Jan. Tegen Amoroso. Dan moet Jan dat zelf herstellen. Dat doet hij dan ook. De Duitsers zouden hem zuverlässig noemen, Jan. Kalou. Hoeveel ruimte geeft de toch al niet evenwichtige defensie van Borussia weg? En hoeveel gevaar kan die talentrijke aanval nog creëren? Van Persie verdedigt mee. En nu was het Pauwen die wegtrapte. Plotseling is het geloof er ook weer bij de Duitse supporters. Koller legt terug. Amoroso komt ver. Maar krijgt dan een vrije schop tegen. En geel. Amoroso. Bosveld weet het en de scheidsrechter weet het ook. En inmiddels berust Amoroso. Die alles in deze Europese competitie 3 wedstrijden geschorst raakte na een rode kaart. En mede daardoor misschien niet zoveel goals heeft als bijvoorbeeld Van Hooijdonk. Rieke. Hier is Wurms. Hooijdonk sluit de weg af in de richting van de opbouw via Rosicki. Onno. Van Hooijdonk doet niets en Thomasson mag door en scoort. Het is 3-1 voor Feyenoord. Het afscheid van Jon Dahl Thomasson. Zijn 5e Europese goal, een doelpunt in een Europese finale. Van Hooijdonk doet niets.
Daardoor mag Thomasson verder en die rondt het onberispelijk af. Jon Dahl Thomasson. Ook hij scoort in een Europese finale en dat moet hij in de volgende jaren bij AC Milan nog maar eens zien te doen. Rosicki. Rosicki met Raza. Rosicki bereikt net Koller niet. Het wordt nu een heel open wedstrijd. Nog meer open dan voor rust. En wordt het dan ook net zo'n doelpuntrijke wedstrijd als vorig jaar, die finale. Met Liverpool en Alaves. Hier staat Koller wel buitenspel. Van het hoofd van Reuter. Wurns. Lehmann. Raza. Correct. Thomas Raza. Een van de spelers hier op het veld die naar het wereldtoernooi gaan. Voor wie het seizoen nog niet afgelopen is. Kalou. En DD, correct. Bal afgepakt, nee, gefloten. DD is volledig zonder begrip. En krijgt nog geel ook. Onduidelijk is of dat het voor de overtreding is of voor zijn reactie daarop. DD. Brazilianen en Portugezen kunnen goed met elkaar communiceren. DD verovert de bal, neemt in de ogen van de scheidsrechter ook Kalou mee. Het is een vrije schop voor Feyenoord. En DD mokt en sputtert nog steeds. Van die kant geen Van Hooijdonk, maar van die kant Robin van Persie. Van Persie, nog eens. Stuurt Amoroso het bos in en wordt gevoerd. Nieuwe vrije schop tegen Rosicki. Weer van Persie. Van Hooijdonk is achterin. Het is een doelschop van het hoofd van Patrick Pauw. Van Hooijdonk. Inmiddels heeft Feyenoord eens te meer door hoe kwetsbaar de defensie van Borussia is. Deze bal van de voet van Bosveld over de zijlijn. De schrik van de tegentreffer van Duitse kant is van korte duur geweest. En hier bal opnieuw ingeleverd nu bij Onno. Thomasson, die had gekund. Onno ziet Thomasson in de rug van Reuter. En die neemt hem vol.
te vol.